Welkom bij deze video over stoffen en materialen. In deze video ga ik het hebben over elastische en plastische vervorming. Daarna ga ik het hebben over trekspanning en rek. En daaruit volgt een nieuw begrip, de elasticiteitsmodulus. Vervolgens leg ik het trekspanning-rek diagram uit en door de hele video zitten voorbeeldsommen verwerkt. Allereerst, als je een harde trap geeft aan een voetbal, dan deukt hij het even in. Maar al vrij snel zal die bal weer terugkeren naar zijn oorspronkelijke vorm. Dit is elastische vervorming, want de vervorming is niet blijvend. Als je een paperclip vervormt, keert hij niet uit zichzelf terug naar zijn oorspronkelijke vorm. Dit is blijvende vervorming en dat noemen we dan plastische vervorming. Aan de hand van materiaaleigenschappen kunnen we voorspellen of een materiaal elastisch of plastisch vervormt. Een veelgebruikte materiaaleigenschap is de elasticiteitsmodulus. Maar om die goed te kunnen begrijpen, moet je eerst twee andere begrippen kennen en dat zijn de trekspanning en de rek. Laat ik beginnen bij de trekspanning. Stel je voor, je hebt een dun ijzerdraadje en daaraan hang je een schilderij van 10 kilogram. Dat ijzerdraadje is cilindervormig en 1,2 mm dik. De vraag is om te berekenen hoeveel kracht er op het draadje wordt uitgeoefend per vierkante meter dwarsdoorsnede. Laten we eerst kijken welke kracht er dan op het draadje werkt. En dat is natuurlijk de zwaartekracht die op het schilderij werkt. En die bereken je als volgt. FZW is m keer g. En als je dat netjes doet, kom je uit op 98,1 newton. Vervolgens gaan we eens kijken naar de dwarsdoorsnede van het draadje. Ik heb daarvoor een schematische weergave op de presentatie staan van het draadje. En je ziet daarin dat de dikte 1,2 mm is. Nou, als je de dwarsdoorsnede wil berekenen, werk je meestal niet met de dikte, maar met de straal. Dus ik heb de straal berekend en meteen ook in meters omgezet. En nu bereken ik de dwarsdoorsnede van deze cirkelvormige dwarsdoorsnede. Dus met a is pi r kwadraat en dan vind ik dat het gelijk is aan 1,1 keer 10 tot de macht min 6 vierkante meter. Nu volgt tot slot de hoeveelheid kracht per vierkante meter door deze twee getallen door elkaar te delen. En dan vind ik dat dat gelijk is aan 87 keer 10 tot de macht 6 newton per vierkante meter. Wat je hier hebt berekend noem je de trekspanning. En trekspanning bereken je ook met deze formule. Sigma is F gedeeld door A. Sigma is dan de trekspanning in newton per vierkante meter of in pascal. F is de kracht in newton en A is het oppervlak in vierkante meter. Gaan we kijken naar een ander begrip, rek. Want als je kracht uitoefent op een metaaldraad, dan rekt dat metaal ook uit. Je ziet het niet, maar het gebeurt wel. Rek geeft aan hoeveel het metaaldraad uitrekt per meter. En daar hoort een formule bij. Epsilon is delta L gedeeld door L0. Epsilon is de rek, heeft geen eenheid. Delta L is de uitrekking in meters. En L0 is de beginlengte ook in meters. Nou, rek heeft geen eenheid. Soms wordt het aangegeven in procenten. En dat is niets anders dan de uitkomst van de formule, dus de uitkomst van epsilon, vermenigvuldigd met 100%. Voorbeeldsom, je hebt een touw van 10 meter, je rekt het 5 centimeter uit, bereken de rek. Nou, de lengte aan het begin was 10 meter, dan moet ik ook mijn verandering in lengte in meters uitdrukken. Dan vind je dat het gelijk is aan 5,0 keer 10 tot de macht min 2 meter. Als ik dan de rek bereken met die formule, dan kom ik uit op 5,0 keer 10 tot de macht min 3. Ik kan het dus ook als percentage uitdrukken, dan hoef ik het alleen maar te vermenigvuldigen met 100%. En dan kom ik uit op 0,50%. Wat zou het nou betekenen als je een rek hebt van 1? Dat betekent dat de uitrekking 100% is. Nou, stel je voor dat je een touw hebt van 4 meter en je oefent een kracht uit op de touw zodat de rek gelijk is aan 1. Dat betekent dat de lengteverandering ook gelijk is aan 4 meter, want de uitrekking is 100%. Er komt dus 4 meter bij de oorspronkelijke lengte van het touw. De nieuwe lengte van het touw wordt dus 8 meter. Dat kun je ook met behulp van de formule aantonen. Epsilon is delta L gedeeld door L0. Dan ga ik voor epsilon 1 invullen en voor L0 de beginlengte 4 meter. En dan bereken ik delta L. Dat is natuurlijk ook 4 meter. Dat betekent dat de verandering van lengte 4 meter is. En je had al 4 meter lengte touw, dus de totale lengte is 8 meter. Het touw is dus 2 keer zo groot geworden. Op dezelfde manier kun je aantonen dat een rek van 2 betekent dat een touw 3 keer zo lang wordt. Kijk maar naar de formule. Ik vul in 2 voor de rek en de beginlengte is bijvoorbeeld weer 4 meter. Daarmee vind ik dat delta L gelijk is aan 8 meter, dus de nieuwe lengte wordt 12 meter. 3 keer zo lang als de beginlengte en dat is precies wat epsilon is 2 betekent. Nu ga ik een cilindervormig metalen staafje met een machine uitrekken. Dat doe ik door er een kracht op uit te oefenen. En ik meet steeds hoeveel kracht ik uitoefen en hoeveel het staafje uitrekt. En daarmee bereken ik de trekspanning en de rek. Vervolgens ga ik al deze resultaten verzamelen in een grafiek. En die grafiek noem je een spanning-rek-diagram. En dat ziet er als volgt uit. Allereerst zie je hier alleen maar het elastische gedeelte, want er is in dit gebied een recht evenredig verband tussen de trekspanning, die staat op de verticale as, en de rek, die staat op de horizontale as. De helling van deze lijn wordt de elasticiteitsmodulus genoemd. En de elasticiteitsmodulus is een materiaaleigenschap. En het wordt ook wel de stijfheid van een materiaal genoemd.
Het geeft aan hoe trekspanning en rek van elkaar afhangen. En daar hoort een formule bij. Hoofdletter E is sigma gedeeld door epsilon. E is de elasticiteitsmodulus in newton per vierkante meter of in pascal. Sigma is de trekspanning, ook in newton per vierkante meter of pascal. En epsilon is de rek en die heeft natuurlijk geen eenheid. En omdat epsilon geen eenheid heeft, volgt natuurlijk ook dat hoofdletter E en sigma dezelfde eenheid hebben. Nou, je kunt de elasticiteitsmodulus van een aantal materialen vinden in tabel 8 tot en met 10 van je BINAS. Hoe groter die elasticiteitsmodulus, hoe moeilijker het is om een materiaal uit te rekken. En dat betekent dus ook dat je meer kracht nodig hebt om de lengte van het materiaal te laten toenemen. Voorbeeldje, rubber, daar is natuurlijk elastiek van gemaakt, heeft een veel lagere elasticiteitsmodulus dan bijvoorbeeld staal. En dat blijkt ook wel, want het is veel makkelijker om rubber uit te rekken dan om staal uit te rekken. Voorbeeldvraag. Een stalen staafje met een diameter van 0,50 cm en een lengte van 750 mm wordt uitgerekt. Op een gegeven moment is de lengte van het staafje 751 mm en de elasticiteitsmodulus van dit type staal is 210 gigapascal. Hoe groot is de kracht waarmee het staafje uitrekt? We hebben drie formules geleerd. Sigma is F gedeeld door A en daarin zit de F verwerkt en die moeten we te weten zien te komen. Maar daarvoor hebben we sigma nodig. Sigma kun je berekenen met de andere formule. E is sigma gedeeld door epsilon. Om die formule te kunnen gebruiken heb je epsilon nodig. En daarvoor hebben we de laatste formule, delta L gedeeld door L0. En daarmee wil ik nu beginnen. En dan vind je, als je de getallen correct invult met delta L, 751 min 750, is dus een rek van 1 mm. Dan vind ik dat epsilon de rek gelijk is aan 0,0013. Vervolgens gebruik ik dit resultaat om sigma te berekenen. Sigma is E, de elasticiteitsmodulus, keer epsilon. Als ik dat correct invul, dan vind ik dat sigma, de trekspanning, gelijk is aan 280 megapascal. En tot slot, de kracht is dan gelijk aan de trekspanning keer de dwarsdoorsnede. Maar de dwarsdoorsnede hebben we nog niet. Die kunnen we wel berekenen met A is pi r kwadraat. Dan heb ik r de straal nodig. De diameter is gegeven, dus de straal is de helft daarvan. En ik heb hem ook in meters omgezet. En als ik dit allemaal netjes uitwerk, dan vind ik dat het gelijk is aan 1,96 keer 10 tot de macht min 5 vierkante meter. Daarmee bereken ik de kracht. En dan vind ik dat de kracht gelijk is aan 5,5 kilonewton. Gaan we even terug naar het diagram. We hebben tot nu toe alleen het elastische gebied gezien waarbij er een recht evenredig verband is tussen sigma en epsilon. Dit recht evenredige verband houdt op bij de evenredigheidsgrens. Daarna zul je zien dat er een kromme lijn ontstaat en die eindigt bij de vloeigrens. Nou, dit gebied wat je nu ziet, dat is het gebied waarin er sprake is van elastische vervorming. Na de vloeigrens is er plastische vervorming en dan heb je allereerst een vloeigebied. In het vloeigebied oefen je geen extra kracht meer uit op het metalen staafje, maar het metalen staafje rekt wel uit zichzelf uit. Vervolgens krijg je een bepaalde curve en in die curve vind je een bepaald maximum. En dat maximum is de treksterkte. Dat is de maximale trekspanning dat het materiaal aan kan. Uiteindelijk ontstaat er een breuk en daar breekt het metalen staafje. Het gebied wat ik zojuist heb gearseerd noem je insnoering. En insnoering betekent dat het metalen staafje op een bepaalde plek wat dunner wordt. En voor de duidelijkheid heb ik ook het plastische gebied, het gebied waarin plastische vervorming optreedt, aangegeven in de grafiek. Tot slot nog een voorbeeldvraag. Je hangt een schilderij van 50 kg op aan een stalen kabel en de dwarsdoorsnede van deze kabel is gegeven en die is gelijk aan 3,5 keer 10 tot de macht min 5 vierkante meter. De treksterkte van staal is 400 megapascal en de vraag aan jou is, zal deze kabel breken? Allereerst bereken ik de kracht die op de stalen kabel werkt en dat is natuurlijk de zwaartekracht. En dat is 490,5 newton. Daarmee kan ik de trekspanning berekenen. En als ik dat correct doe, dan vind ik dat het gelijk is aan 14 megapascal. Dat is kleiner dan de treksterkte en dat zal dus betekenen dat de kabel niet breekt. In deze video heb ik je het een en ander geleerd over elasticiteitsmodus, trekspanning en rek. En de enige manier om dit goed om de knie te krijgen is door hier zelf mee aan de slag te gaan. Veel succes!